50 meter nog. Start gevallen. Golden Avenue is goed weg. Aan de buitenkant daarnaast Phoenix Folo. Ook die kan hard beginnen. Die twee paarden lopen wat weg bij de rest. En de galoppade op plaats 3 van Axe Tuter. Axe Tuter wordt naar de buitenkant gebracht. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Nummer 4, galop nummer 4. Leiding in handen van de favoriet Golden Avenue. Golden Avenue gaat hard die bocht in. Kijken of die bocht ook netjes doorkomt. Daarachter op plaats 2 heeft toch al een lengte of 2 laten vallen. Phoenix Folo. En 3 lengte daarachter op de derde plaats. De langste outsider in het veld. Dat is Champ Ter Sijpen. Die ligt derde. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Golden Avenue dus maakt het tempo en maakt een behoorlijk tempo. Daarachter op plaats 2 volgt Phoenix Folo. Daarachter is Champ Ter Sijpen derde, vierde plaats voor Fort Newport. Paard dat aan de buitenkant nog probeert naar voren te komen is Escape Convital. Daarachter aan de relingzijde Lux Valentine. En de laatste plaats is voor El Nino. Ze gaan de paarden de laatste ronde in en Minima kijkt eens een keer over de schouder. Denkt wie komt eraan in de tweede spoor. Nou, die is nog heel ver weg en die heet Escape Convital. En zo zijn we ook al in de laatste kilometer. Binnenstang er weer bij en daar gaat hij de bocht weer in. Golden Avenue, daarachter op plaats 2 Phoenix Folo. Buitenzijde komt nu wel wat dichterbij. Escape Convital, die gaat naar plaats 3. Vierde plek aan de relingzijde is voor Manon Sloof met Champ Ter Sijpen. Daarachter gaat in het tweede spoor mee naar voren op de rug van Escape Convital Fort Newport. En daarachter Lux Valentine. El Nino moet een paar lengten laten vallen. En zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd voor Golden Avenue. Naar plaats 2 aan de buitenkant nu Escape Convital. Daarachter Phoenix Folo. Dan Fort Newport met Champ Ter Sijpen. En Lux Valentine. Zo op weg naar de laatste bocht. Nog altijd een lengte voorsprong voor... Uitgeschakel nummer 1, galop nummer 1. Nog altijd een lengte voorsprong voor Golden Avenue. Daarachter op de tweede plaats ligt Escape Convital. Naar de derde plek is gegaan Fort Newport. En ietsje terug valt nu Phoenix Folo. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Lengtevoorsprong voor Minima met zijn favoriet. Een paar mispasjes in de bocht van Escape Convital. Nummer 6. Aan de buitenzijde komt door het derde spoor nu naar voren. Ook een galoppade daar van Fort Newport komt door het derde spoor naar voren. Lux Valentine. Paarden zijn in de laatste rechte lijn nu en daar leidt nog altijd Golden Avenue. En Minima heeft een mooi zicht op wat er aan de buitenkant komt. Daar komt vooral Lux Valentine aan. Lux Valentine aan de buitenzijde, die gaat nu heel hard. Lux Valentine aan de buitenzijde komt dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg. Golden Avenue wint. Lux Valentine tweede. Daarachter op plaats 3, want Fort Newport was uitgeschakeld. Escape Convital. Beelden zijn bekeken, dames en heren. De uitslag is officieel winnaar is geworden paard nummer 2. En dat is Golden Avenue met Dennis Minima. Zijn tweede winnaar van vandaag in 2 starts. Dat is niet slecht. De tijd 1:18:05. Dat is zeker niet slecht. In Groningen zeggen ze dan het kon minder. En dat is vandaag fantastisch voor Dennis Minima. 2 starts en direct 2 zegens. Wint hij met Golden Avenue. En dat is een fokproduct van de familie Minima. Een allereerste fokproduct. En is dan ook hun allereerste zegen. Loop nog even gauw naar Dennis. Want Dennis met je eigen paard zo makkelijk winnen. Het is echt een hele goeie. Het lijkt een hele goeie, ja zeker. En hopen dat hij nou een beetje zo doorzet. Hij was tot nu toe alle keren in het geld. Het is natuurlijk een 3-jarige. Zien we die hier dan ook straks op de sweepstakes? Het is wel de bedoeling. Daarom loopt hij hier nu ook, om even de baan aan te voelen en nog kijken of hier wat gaat. Nou ja, gaat hij zeker. Dus hij zal, als hij zo doorgaat, zeker lopen in de sweepstakes. Kijk, dat is mooi om te horen, dames en heren. Dan zien we hem dus straks in juli en wellicht ook bij de sweepstakes trials in juni al hier. En Dennis zei van, nou, ik... Hij is echt de goeie en toen begon hij heel mooi te glimlachen. Dus dames en heren, laat u een groot applaus horen voor deze Golden Avenue. Een fokproduct van Eileen Donon uit Vol Pixie. Ja, gefokt door de familie Minima. En nu hun eigen Dennis wint hier dan de tweede koers vandaag. De Social Club prijs. Dames en heren, laat u een groot applaus horen. Dennis Minima voorlopig, de man in vorm hier in Groningen.